Hoi mensen, mijn naam is Tom en vandaag laat ik weer zien hoe je een Minecraft animatie maakt. En dit is episode 2 en dit keer laat ik zien hoe je een mooi grasblok maakt. Nou, ik heb dit vorige keer dus gemaakt, deze twee blokken. En laat ik heel even iets doen, dus de 3D-cursor is lock to cursor en 3D-cursor even op 0 zetten. Je pakt een van deze blokken en doet Shift D, dupliceert hem op de i-as en dan doe je min 2, dat het weer goed staat op het camerabeeld. Vervolgens selecteer je dit vlak, even in de Z-modus gaan. Klik op Z, ga je doorzichtig, klik je dit vlak en die. Nu heb ik al deze zijkanten geselecteerd. En dan moet je dit texture natuurlijk hebben, dus dat is 1, 2, 3 in de x, dat is 3 keer 16 is 48, dus GX 48 en 16 omhoog, GI16. Heb je nu dit mooi. Nou, het ziet er cool uit. En nu wil je natuurlijk de onderkant selecteren. Ga je weer in edit mode. Door tab te klikken of hier. Selecteer je die. En doe je dus GX32. GI16. Dat is mooi. Maar ja, nu de bovenkant nog. En je ziet nergens een mooi texture voor gras. Nergens een mooi groen texture. Ik leg nu uit waar die zit. Dus check deze. En dit is de texture dat je nodig hebt. Dus GI16. Maar dan denk je vast, dit is geen grasblok. Zou ik zeggen, dat klopt helemaal. En kijk eens hoe mooi scherp dit is. Wauw. In ieder geval, escape. En klik even tip. Zet deze naar render result, zodat je hier altijd de render result ziet. Als je dus hier F-top klikt, rendert hij hier. Dat is iets beter. Maar hoe je dat dus doet, je gaat weer in edit mode. En zet alleen deze bovenkant, druk op P. En separate by selection. Nu ga je uit edit mode. En nu is dit los van dit blok opeens. Oh ja, dit moet nog even ronddraaien. Even GR90. Okay. Ja, dit is nu een apart blok. Helemaal apart, zoals je ziet. Zit niet aan die andere vast. Wat je dan doet, is je gaat naar de textuur. En klik op dit. Dat viertje of dat getaltje dat hier staat. Dan dupliceer je het. En dat doe je dan... bijvoorbeeld iets van gras, blok, bovenkant, zoiets. Vervolgens ga je naar textuur, doe je hetzelfde hier, doe je op het getalletje daar, noem je het gras, hoeft niet zelf te noemen, maar zo handig, grasblok bovenkant. Wat je dan doet, is je skip dit, oh wacht, dat doe je niet. Je doet, klik op dit, dat nieuwe, je voegt nog een textuur toe, nou nieuw. En dan voeg je een blend toe. En wat een blend is een mix. Nou, je gaat naar colors. En klik op ramp. Verwijder de ramp. Klik op de kleur, dus op de wit. En kies een mooie groene graskleur. Nou, dit lijkt wel mooi groen. En dan ga je hier naar blend. En dan kies je multiply. Als je nu dat renderen. Oh, even opslaan. Ondertussen, zo handig. Hij heeft een mooi groen kleurtje gegeven. Wat wel jammer is, de zijkant is niet mooi groen. Maar dat heb ik nog niet een mooie manier uitgevonden hoe dat werkt. Je kunt wel hier zien dat hier een textuur daarvoor is. Maar ik heb nog geen mooie manier gevonden hoe ik hier overheen kan plakken. Maar als je mooi groen hebt, weet je, die kleur, dan kun je de kleur natuurlijk aanpassen. Kan colors, dan doe je hem iets meer lichter, iets richting geel, zoiets. Nou, lijkt me wel goed. Nog iets beter. Iets meer geel. Dit lijkt best wel realistisch zo. Vergeleken met die zijkant. Dus dat is heel simpel. Een grasblok. Dan zeg ik. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.